Fonds Slachtofferhulp lanceert in samenwerking met het Centrum Seksueel Geweld een campagne tegen seksueel geweld. Hiervoor is met toestemming van niemand minder dan Lady Gaga gebruik gemaakt van de track Till It Happens to You. Aan de telefoon Lisa van Os van Centrum Seksueel Geweld Zuid-Holland. Goedenavond. Goedenavond. Ja, allereerst Fonds Slachtofferhulp en Slachtofferhulp. Dat zijn twee verschillende dingen. Kun je dat misschien heel even snel uitleggen voor de luisteraars? Ja, Fonds Slachtofferhulp die heeft een campagne opgezet voor Centrum Seksueel Geweld. En samen met het Centrum Seksueel Geweld. En Slachtofferhulp Nederland is de organisatie waar mensen terecht kunnen wanneer ze een trauma hebben meegemaakt of een ongeluk hebben meegemaakt. En daarin krijgen zij directe hulpverlening. Het centrum heeft samen met Fonds Slachtofferhulp de campagne Als het jou overkomt, noemen we dat maar even in het Nederlands, opgestart. Is het tijdstip nou toevalligerwijs of springen jullie in op de MeToo-verhalen? Nee, de lancering viel toevallig samen met hashtag MeToo. En dit heeft er wel voor gezorgd dat de campagne een vlucht heeft genomen met enorm bereik in Nederland. En dat was ook de doelstelling van de campagne, bewustwording creëren. Dat het iedereen kan overkomen, maar ook dat iedereen die kort geleden seksueel geweld heeft meegemaakt met één nummer kan bellen. En dat is 0800 0188. Kijk, dat gaan we straks sowieso nog even herhalen. Ja, ik moet je zeggen, ik ben ontzettend geschrokken van de cijfers en de feitjes die jij hebt doorgestuurd. Ja. 1 op de 8 vrouwen krijgt te maken met seksueel geweld. En dan hebben we het niet even over een hand op de dij, maar dan hebben we het echt over verkrachtingen. Ja, klopt inderdaad. 1 op de 8 vrouwen krijgt te maken met een verkrachting. En 1 op de 25 mannen ook. En dat weten jullie omdat jullie een anoniem onderzoek hebben gedaan in Nederland? Ja, niet wij hebben dat onderzoek gedaan. Er is een andere instantie die dat onderzoek heeft gedaan. En uit het onderzoek weten we ook dat er zo'n 100.000 nieuwe slachtoffers per jaar zijn in Nederland. Ja, want dat is wel een dingetje. Maar slechts een klein deel zoekt hulp. Hoe komt dat? Ja, dat is lastig om te zeggen. We weten wel dat uit onderzoek weten we dat op 85% van de gevallen de dader ook een bekende is. Wat het natuurlijk veel lastiger maakt om mee naar buiten toe te komen. En daarnaast bestaat er in onze samenleving natuurlijk ook zoiets als blaming the victim. En dat betekent ook dat de slachtoffer bang is om schuldig bevonden te worden door de omgeving. Dus dat is ook een reden dat mensen er niet zo snel meer naar buiten toe komen. Nee, want als je dat doet, dat is natuurlijk sowieso per definitie al een enorme stap. Dat is hartstikke dapper natuurlijk als je dat durft. Ja, zeker. Ja, zeker is het ontzettend dapper als je het kan vertellen. Ook omdat we weten dat blaming the victim ook een, noemen ze hertraumatisering. Dus dat het nog een keer, dat het nog een keer heftiger binnen kan komen. En daarom vinden jullie het ook heel belangrijk dat er heel snel hulp wordt geboden. Wat zijn de voordelen van een snelle interventie? Snelle deskundige hulp, zoals dat heet. Ja, nou ten eerste kan er binnen de eerste 72 uur na seksueel geweld op medisch gebied heel veel geboden worden. Daarnaast kan er in de eerste week na het seksueel geweld vaak veel bewijsmateriaal verzameld worden door de politie. En wat daarnaast als derde belangrijk is dat we de kans op psychische klachten verkleinen door de ondersteuning die we kunnen bieden binnen het Centrum Seksueel Geweld. Ja, want dat zie je nu ook wel hè, met die MeToo-verhalen. Dat er natuurlijk verhalen zijn van heel lang geleden, soms wel 15 tot 20, 25 jaar oud. Ja. Dus ja, ja, dan is er heel veel bewijsmateriaal wat dat betreft natuurlijk al verdwenen. Ja, om dit allemaal kenbaar te maken, deze actie, is niemand minder dan Lady Gaga ingezet. Hoe is dat zo gelopen? Want zij weet er vanaf, toch? Haar management weet er vanaf. Die is benaderd door Fonds Slachtofferhulp. Zij zijn hier al een jaar mee bezig om dit op te zetten. En Lady Gaga heeft haar nummer vorig jaar tijdens de Oscars voorgedragen. En tijdens die voordracht heeft zij op hele emotionele wijze eigenlijk haar eigen ervaring met seksueel geweld ook verteld. En dit kwam bij het Fonds Slachtofferhulp binnen. En zij hebben toen verder de campagne opgezet en via haar management toestemming gekregen. Wordt dat al een beetje gedraaid, dat nummer op de radio in Nederland?
Naar mijn weten wel. Op de radio durf ik niet te zeggen. Maar ik weet wel dat er via andere kanalen heel veel naar geluisterd wordt. Dus ik ga er bijna vanuit van wel. Wij gaan sowieso kijken of hier bij Den Haag FM dit nummer van Lady Gaga, Till It Happens To You, in de computer kunnen zetten. Om ook die belangrijke boodschap uit te gaan dragen. Lisa, stel je bent ooit slachtoffer geworden van seksueel geweld en je wilt daarover praten. Dan is er al een hele belangrijke stap gezet als je dat kunt, als je dat wilt. Is dan een belletje genoeg? En ja, wat gebeurt er dan? Wat gaan jullie dan doen? Nou, slachtoffers van acuut seksueel geweld kunnen direct hulpverlening krijgen via het nummer 0800 0188. En slachtoffers waarbij het al langer geleden gebeurd is, die adviseren we een aanpassende hulpverlening. Zoals bijvoorbeeld medische zorg, naar SOA-diagnostiek of naar de huisarts of naar GGZ. En daar helpen wij dan mee. En wat is het nummer? Je mag het nog een keer noemen hoor. Het nummer waar je op ons kan bereiken is 0800 0188. En wat ook belangrijk is om te weten, is dat iedereen bij ons terechtkomt van 0 tot 100 jaar, en man en vrouw. Ja, dat vroeg me inderdaad af. Je had het al over 1 op de 25 mannen is ook slachtoffer geworden. Hebben we het dan ook echt over verkrachting in dit geval? Ja. Dus ook mannen kunnen zich gewoon melden bij jullie? Ja, dat klopt inderdaad, ja. Naast deze actie met Lady Gaga, het nummer, we hebben ondertussen heel even gekeken met onze redactie, maar we hebben hem helaas niet in de computer, maar dat gaan we absoluut regelen. Gaan jullie nog meer campagne voeren en waarin gaat zich dat uiten de komende periode? Nou, wij gaan op dit moment niet meer campagne voeren. We zullen wel de campagne die nu gaande is door blijven voeren. Omdat we dat heel belangrijk vinden, dat iedereen dus weet dat het jou ook kan overkomen, maar ook dat je dus hulp kan vinden op één plek die er meteen voor jou is. En daarop blijven we aansluiten met de campagne die nu is. Ik vind het ontzettend goed en ontzettend nobel wat jullie doen. Daarom denk ik dat het tijd is, als je op dit moment zit te luisteren en je hebt een dergelijke ervaring gehad, dat we een oproep moeten doen. Praat erover. Absoluut. En er is hulp. Je mag van mij, Lisa, echt alle airplay, airtime gebruiken die je wilt om mensen nog te overtuigen van de nut en de noodzaak in dit geval. En tot nogmaals een keer te benoemen hoe mensen jullie organisatie kunnen bereiken. Ja, nou, ten eerste bestaat er een website waarop alle informatie nogmaals te vinden is. Dat is www.centrumseksueelgeweld.nl. En daarop staat ook alle 16 centra die er in Nederland zijn. Mocht je recentelijk een seksueel geweld hebben meegemaakt, bel dan naar 0800 0188. En dan wordt er gekeken waar in jouw buurt er een centrum seksueel geweld is en waar zij jou met alle medische zorg en als gewenst is politiezorg en daarna psychologische hulpverlening ingezet kan worden. Lisa van Os, coördinator bij Centrum Seksueel Geweld in Zuid-Holland. Ontzettend bedankt voor je verhaal. Ja, jij ook bedankt en een fijne uitzending.